kotsen! Hallo Spendjes, ik ben Rick, we zijn bij een nieuwe aflevering van Harry Potter en dan ga ik hem voor de Game Boy. En ik heb geen idee waarom ik in een ratoontje praat en waarom een muiscursor in beeld staat. Dat zijn twee zondes. Ik geloof dat we op het werkbalveld gebleven waren. Gezellige derpmuziek. Derp, 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 derp. Ik heb geen idee waar we het over gaan hebben, maar ik volg het pad. Want het is een goed gevoel en dat wordt mij gegeven. Ik heb het gevoel dat Hagrid deze kant op is, maar dat kan ik helemaal niet met zekerheid zeggen. Oh, daar is het al. Is dit Hagrid? Is dit Hagrid? Nee, dit is Patrick. Rick, dat is flauw. Ik weet het. Oh, daar is Ron. Ron zit nog in me. En Hermeline ook. Hagrid, we hebben hulp nodig. Ron is ziek. Ja, dat weet ik, Harry, jij is een ginger. Alle machten, wat heb met een P die jongen gegeten? Hij is getroffen door zijn eigen spreuk. Is mij ook een keer overkomen toen spoten er sardientjes uit mijn neus. Alsjeblieft, hoe kunnen we hem helpen? Het is mogelijk. Grappig, dat zeiden ze nou ook over mijn sardientjes. Random epic dialoog. Glorg. Dat gezicht. Kijk het gezicht van Ron, jongens en meisjes. Aangezien het slakken binnen, raak ik Toffee aan. Raad ik Toffee aan, dan ben je binnen een oogwenk van die slakken af. Heb je wat in huis? Nee. En dat is niet zo tof, vee. Ach, je trouw met me. Heb alsjeblieft mijn kinderen om die woordgrap. Maar de ingrediënten groeien allemaal... Ik vind echt... Trouwens, gewoon even de ingrediënten groeien allemaal in mijn tuin, maar... Geef toe. Dat dit soort dingen zijn toch geniaal? Dat je in zo'n dialoog dat soort droge dingen kan doen. Ik heb geen tof. Vee? Dat is geniaal. Geniaal. Weet je, Rick, wat voor druk zit je nu dat je zo hard moet lachen om... De woordgrap tof, vee? Nou, ik ben sowieso gewoon verslaafd aan woordgrappen. Dat is, ja, net porno voor mij. Ik word er gewoon heel geil van. Als jullie ze verzamelen, maak ik de tof, vee hier is de lijst. Oké. Je krijgt checklist ingrediënten. Terwijl jij voor rond, zorg jij voor rond, terwijl wij naar de ingrediënten zoeken. Tuurlijk, ik zal even een emmer pakken. Bedankt, Hagrid. Ron Wemel verlaat de groep. Eindelijk, Gingerloos. Rick, wat is er los met jou? Gingerloos. Oké, Ron. Je hebt een mooi kotsemmer en ik zal wat later. Oké dan. Deze kant op, door de bossies. Oké, zo hier zijn de bossies, wat zijn we niet. Het is haar gestaan, laten we voorzichtig zijn, je weet maar nooit wat hij hier kweekt of wat er door wordt aangetrokken. Natuurlijk. Oh, dat is een kweeksel van Hagrid. Oh, heb ik wat gevonden? Kijk, was dat allemaal de checklist? Voorwerpen, alles. Checklist, ingrediënten. Ja. Oké, welke cacaoboom, de gamander, weekblad en sap? Valeriaan. Valeriaan is een scheikundige stof. Ook wel bekend onder de naam pentaanzuur. Rick, scheikundedag. Valeriaan wordt gebruikt bij de synthese van esters. En dan heeft iedereen, what the fuck, en hoe weet jij dit nou? Laatst bij ons op school, toen gingen ze esters synthetiseren. Esters zijn geur- en kleurstoffen, zoals bijvoorbeeld de bananengeur en appelgeur die ze allemaal in je snoepjes doen. Ja, esters, heten die dingen. En om die te maken heb je valeriaan nodig. En valeriaan, dat stinkt me toch een berg. Dus bij ons op school hadden ze dus die dingen gemaakt. Voor de open dag hadden ze die geurtjes gemaakt. En het meurde dus de hele open dag naar stront door de hele fucking school. Omdat ze dus die essers gingen synthetiseren. Maar ja, bij scheikunde roken dus lekker een appel en banaan en peer. En ja, de rest van de school meurde naar kak. En dat komt dus door valeriaanzuur. Beter bekend als pentaanzuur. Ja. Dat was het eigenlijk wel. En valeriaan wordt ook gebruikt in antidepressiva. Hoe weet ik dat? Dat weet ik. Ik ben geen emo. Ik weet gewoon dingen van antidepressiva. Nee, ik had een discussie met iemand in mijn klas. Die slikte dan valeriaan. Dus hij zei, dat is antidepressief. En hij zei van, echt niet. En hij zei van, jawel. Dat is wel antidepressief. En we hebben een discussie over gehad. Maar het is tenminste kalmerend ofzo. Gewoon allemaal naar stront meurt. Hé, wat de fuck kan hij helemaal niet verkoelen? Wijsneusaanval. En dit is echt epic. Heb je er niets van geleerd? Waarom zou ik dan Harry willen doen? Wat is dit? Dit is geniaal. Waarom rennen we niet gewoon? Nog slimmer. Waarom rennen we niet? We moeten sowieso meteen tegen een bosding vechten. Dus misschien is... Je vindt Germander. Oké, nou hebben we lang genoeg geluld over scheikunde en valeriaanzuur. Ik zeg niet dat scheikunde niet awesome is, want dat is het wel, maar... Ja, ik begrijp dat sommige mensen niet net zo'n liefde delen voor het vak scheikunde als ik. Dus laten we lekker verder gaan. En misschien moet je ooit op een dag krijgen bij examen een vraag over valeriaan. Of valeriaanzuur eigenlijk. Valeriaanzuur zijn natuurlijk heel wat hele andere dingen. Wormkruid. Maar als jij dan een examenvraag krijgt over de synthese van essers, dan zeg jij valeriaanzuur. Ja, true story. Weet je, graag gedaan. Bij deze. Als het goed is, ga ik volgend jaar ook esters synthetiseren. Kijk, een slang. Ermacurt. Ik zou hem graag willen vermoorden, maar we kunnen best gewoon wegrennen, denk ik. Ik denk dat het best is voor ons allemaal. Je krijgt valeriaan. Woehoe! Antidepressiva.
En dan wordt Ron geen ginger meer. Of hij kan tenminste leven met het feit dat hij een ginger is. Door de antidepressiva. Oh, dat ziet eruit als een bosje. Hebben we nog iets van voorwerpen die je dingen zal mogen pleuren? Snoepjes. Toverdranken. Ik heb iets van een peperdrank nodig. Dat hebben we niet. Skut. Skut, Erik. Snoepjes dan? Smukjes aan de smaken, Harry. Voorwerpen. Oké, de pompoenta is nog een beetje LP. Ja, dat zijn levenspunten, dat is jammer. Ze zijn ook allebei al bijna dood, dus waarschijnlijk gaan we sowieso dood in dit monster, hoor. Daar gaat het niet om. Oeh, het is een Mandragora. Sowieso dat vuurspreuken er handig op zijn, lijkt mij. Maar ja, Harry heeft 2 toverpunten, dus dan gaat het moeilijk. Hermeline, heb jij nog wat interessante spreuken om ons te laten zien vandaag? Gaan we die even zien? Yo, Familius Uno. Kijk eens aan. Hermeline gaat hardcore, jongens. Misschien hebben we dit nog redden, maar dan moet ik heel veel peperdrankjes gaan gebruiken. Shit, we kunnen beter gewoon doodgaan. We kunnen beter gewoon onze dood accepteren en gewoon lekker flipendo gaan doen. Oeh, dat ging makkelijker. Dan verwacht, oké. Gaan we weer omhoog. Ik heb deze aflevering te veel over Valeriaan gepraat, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om, jongens. Op Nedermium heb je altijd van die droge posen ze huppelupup aan, huppelupup uit. Zo Antilliaan. En dan zie je zo Antilliaan met heel veel lichter vanaf en dan Antillia uit. En dan zie je in één keer heel donker. Ik zou nou kunnen zeggen Valeriaan, Valeria uit. Maar dat is heel flauw. La 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 la, oh, nul. Watch out, we got a nul ass over here. Hoppa, daar ga je dan. Sowieso dat hij me niet zometeen een keer zo'n buisneus aanval voor de grap moet gebruiken. Dood. Dit ding gaat sowieso dood. Waarom dat het spel in een keer niets te doen? Gewoon even, kappen mee. Ik heb het gehad met jullie kinderen. Hoppa. Ja, dan maar formulies hier maar. Ik hoop dat sowieso dat hij maar niet een leveltje omhoog gaat. Dat ze ook een goede formulies kunnen uitspreken. Oké, plant gaan we wat doen. Deze plant moet echt lang nadenken. Harry is stijf geworden. Harry is stijf. Snel, Emmeline. Harry is stijf. Dit is je kans, Emmeline. Harry is stijf. Alweer. Harry is nog steeds stijf. Hij is zo stijf was hij net nog niet eens. Hij is nog stijver dan hier voorheen. Oh, wat ziet Harry er lekker uit als hij stijf is. Oh god, Emmeline is... Oh, Emmeline heeft best wel veel levenspunten. Nerd. Alleen nerds hebben veel levenspunten, Emmeline. Dat weet iedereen. Oké, echt, deze vent doet... Ah, ze zijn allebei stijf! Stop met stijf zijn, stop met... Oh, wat? Wat? Dit is echt een afslachting. Hermeline is bijna dood. Waar mag... Wat? Dit ding hackt echt kapot, hoor. Zometeen maakt die Hermeline dood en dan is Harry stijf. Kom op, even niemand stijf maken nou. Oké, kom op Harry, maak hem af. Finish him! Woehoe, daar ga je dan, stom weekdier. Hoppa. Kijk, Hermeline doet tenminste wel normaal. Die klapt in de handen en doet soms de handjes in de lucht van yeah. Nu zien, dan balzen de vuisten van fuck yeah. Harry gaat niveau omhoog, Hermeline gaat niveau omhoog. Zijn betoveringspunten weer volledig. Je krijgt weekbladend sap. Dat is alles en nu snel terug naar Hagrid. Woke hem, terug naar Hagrid. Ik denk dat er wel een aantal mensen zijn die willen dat ik dit spel snel uitspeel. Want als ik dit spel uitspeel, ga ik Lego Creators Harry Potter in de geheime kamer noemen. En na Lego Creators en Harry Potter in de geheime kamer ga ik waarschijnlijk Harry Potter in de geheime kamer voor de Gamecube doen. Want die heb ik hier ook liggen. Die neem ik waarschijnlijk van tevoren op, want die is nog steeds van een vriendin van me. En dat spel heb ik echt al een half jaar van de geleend. En niet teruggegeven, zo ben ik nemen. Ik leen heel veel games van mensen en geef ze dan niet terug. Leen mij geen games, bij deze. Blij jullie twee weer te zien. Heb je de ingrediënten met een P? Ja hoor, hier hebben we ze, Hagrid. Oké, dan. Is zo gepiept dat tof heen maken. Woeh. Volhouden, Ron. Jee, zandloper. Zand loopt. De scheikundige formule van zand is siliciumdioxide. Silicium is een half metaal, dus het is eigenlijk ook een half zout. Dus eigenlijk is zand een zout. Hoppa, scheikunde. Zand is een zout. Dankjewel, Hagrid. Het heeft gewerkt. Je ziet eruit alsof je wel wat rust kunt gebruiken, Ron. Laten we teruggaan naar Gryffindor. Gryffindor. Ik wil echt leraar zijn op school. En dan denk je, Rick, waarom wil je dat? Als ik leraar was op school en ik zat dan vragen aan de klas bijvoorbeeld. Ik zou natuurlijk wel scheikunde leraar zijn. Gewoon, nee, noem het gewoon even op. En dan zat ik zo'n vraag bijvoorbeeld, wat is de molecuulformule van zand? En dan zeggen ze, siliciumdioxide. En dan zeg ik, 10 punten voor Gryffindor. Maar dan zegt hij misschien, als je Frederik heet, slash Briesetje 10, 010. Dat is mijn, een van mijn vrouwelijke fans die... Geloof ik net als mij, VWO doet heel hoog. Ik wil niet zeggen dat allemaal andere fans geen VWO doen, nu vierde. En scheikunde hebben. Maar als je ook scheikunde hebt op VWO-niveau, welk niveau dan ook, je weet wat van scheikunde af.
dan weet je dat als het een half zout is, siliciumdioxide, dat het siliciumdioxide is, maar ook siliciumoxide. Omdat het een half ding is, een half geleide. Ja. En anders had iemand dan weer comment en dan voel ik me zo'n scheikundige noob en dan mag ik geen scheikundeleraar worden en punten uitdelen aan Gryffindor. We moeten weg heen. Handig om te weten. Gaat dat naar Gryffindor's slaapzaal? Oh god, dan moet ik die weer gaan vinden. Ik hoop dat er iets gebeurt als ik naar school loop, want ik heb geen zin om helemaal naar de slaapzaal te gaan. Nou, naar boven lopen komt aardig goed, dan kun je weinig gaan verpesten, Rick. Zelfs jij, Rick, kan daar weinig aan verpesten. Oh, dankjewel, spel. Hé, hey, ik heb het verpest. Dat was moeilijker dan verwacht. Kan ik niet gewoon naar rechts lopen hier? Ja, dat kan ik. Nee. Dit spel is echt heel vlakkig. Het is niet 1-2D vlak. Het is eigenlijk niet 2D'ig. Het is een 2D spel. Ugh, maar dan ook weer niet 2D. Weet je, want je moet eerst hierheen en dan kan je weer omhoog richting school, denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat ik school ooit nog vind. Dit gaat niet goed. Dit gaat echt totaal niet goed, jongens. Oh, misschien zo dan. Nee. Oh, hier is het zwerfbalveld. Het is een begin. Laten we hier een beetje naar rechts gaan. Oh, ik zie het al. Ik denk dat we nog steeds omhoog moeten. Ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben, maar ik ben verdwaald, vrees ik. Eens even kijken. La 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 la. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. FYI, denk maar niet direct je faalt. Oké, dit is een best wel breed pad dat omhoog loopt. Dus ik gok dat dit naar school gaat. Of kwam ik hier net vandaan? Ben ik zo downy bezig dat ik hier al vandaan kwam? Denk het niet. Oh, school? School, ben jij dat? Ja! Was ik hier net ook niet gewoon al? Ik geloof het wel. Faal. Ik wist het wel. Potter, zijn jullie... Daar zijn jullie. Potter, Wemel, jullie kunnen nu beginnen aan je straf. Oh ja, we moesten nog de fanmail doen. Wat voor straf krijgen we dan, professor? Je gaat het zilver van de prijzenkamer poetsen met meneer Vilder. En jij, meneer Potter, gaat naar het kantoor van professor Smallwood om met hem zijn fanmail te helpen. En wel nu meteen. Oh yes. Vilder houdt me de hele nacht bezig. That's what she said. Ik heb 100 keer liever Vilder dan Smallheart. That's what she said. Auw! In plaats van de school gestuurd te worden, word je beloond. Jij hebt muscle, Harry. Auw! Ik moest gewoon even het oude geluidje erachter zetten, dat hoort erbij. Gaat Harry nog eens zichzelf praten? Ron Dremel verlaat de groep. Hoera! Hermione Grimmel verlaat de groep. Ik vond Hermione wel een pittig meisje. Mijn moeder gebruikt graag het woord pittig meisje. Ik weet niet waarom. Ik haat het als ze dat doet. Van bla 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 is een pittig meisje. Dan zeg ik, hi back. Eigenlijk zeg ik dat niet, want ik ben nog wel een van die mensen die nog een beetje respect voor zijn ouders heeft, maar... Nee, zeg alsjeblieft niet pittig. Over mensen. Sambal is pittig. Dat meisje is gewoon niet pittig, weet je wel. Snap je, mam? Als je deze video kijkt, voel je aangesproken. Maar ja, het leven gaat door. Life goes on and on and on. La 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 la, traplopen is verboden in België, want daar lopen de trappen omhoog en naar beneden. Oké, het goed is hier de leraar Cameron Gryffindor. Oh ja, dat gaat nog goed. Oké, hier is het. Nou, wacht. Ik moet natuurlijk helemaal niet met een Gryffindor toe. Dom. Ga naar het kantoor van Smallheart. Ja, waar is dat dan? Hoe moet ik dat weten? Kan je dat nog zien op elkaar? Oh, kijk, Smallheart's kantoor. Welke verdieping is dit? Derde. Dus derde verdieping. Smallheart's kantoor, oké. Okay. We zijn nu op de zevende. Oké, Rick, gebruik je navigeerschild. Dan is dit de zesde verdieping. Oké. Maar, jongens en meisjes, vergeet niet, dit is de vijfde verdieping. Dus, dat kan alleen maar betekenen dat de vierde verdieping zich, voilà, hier bevindt. Dus, omdat wij naar... de derde verdieping moeten we deze trap naar beneden. Hoppa! En dan was het deze of die. We proberen deze eens eventjes. Dit ziet er legit uit. Nou, daar heb je Smally al. Hij kijkt naar zijn eigen schilderij. Hey, Smallman. Hallo, Harry. We moeten allemaal de prijs betalen voor onze overtredingjes. Weet je? Ik denk dat je het wel leuk zou vinden om mijn gesigneerde foto's te sorteren. Ik knip nog liever de nagels van mevrouw Norx. Oh, maar voordat we beginnen, ik wil hier op Zwijnstein een duelleerclub oprichten. Heb je interesse? Wat is een duelleerclub? Harry, maar ben jij toch een noob? Zegt professor Smart dan. Onder de supervisie van leraren oefenen leerlingen op het uitspreken van spreuken op elkaar. Aan het einde van het semester krijgt de duelleerkampioen een prijs.
De nieuwe leerclub bevindt zich in de buurt van de hal bij de ingang. Kom eens langs als je wilt. Je kunt er goed over nemen. Wat meer tijd met mij doorbrengen. Niet gay. Ze deed nu mijn foto's op schittering en breedte van mijn glimlach. Oh, ik hou zoveel van dit spel. De maan vliegt voorbij, de maan vliegt voorbij, de maan vliegt voorbij. De zon is een ei. Dat zijn ze allemaal, professor. Goed, je hebt je straf uitgezeten. Ga maar, ga nu heen en vlieg niet meer met auto's in het rond. Ik hoop je op de duur leerclub te zien. Toedels! Omdat hij een beetje gay is. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Harry Potter en de Ruimkamer voor de Game Boy Color. Ik ga nu proberen verder te gaan. Mijn bel na de zombies opnemen. Ik die bel in Black Ops kwijt. Ik heb geen idee waar die ligt. Bedankt voor het kijken. Zie je morgen hopelijk weer met een nieuwe aflevering van iets. En een nieuwe Harry Potter en de Ruimkamer komt binnenkort wel even uit. Ik doe mijn outro vaak heel raar in deze serie. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Harry Potter en de Ruimkamer. Tot de volgende aflevering. Doei!